De wintertijd is bijna aangebroken. Is nog even afkomen van de winter, van de herfst. Is afkomen van de herfst. En om voor te bereiden, voor de winter heb ik een aantal producten dat ik gebruik. En ik ga mijn favoriete producten laten zien. En dat ik gebruik voor mijn gezicht, haar en voor mijn lichaam om lekker in te smeren en goed gehydrateerd te blijven. Ik begin hierbij eerst met mijn gezicht. Ik gebruik voorheen lekker de amandolie. Werkt lekker verzachtend. Ik heb hiervoor ook nog een zitverzorging gedaan voor de pigmentvlekken die ik heb. Ook ze behandeld en dan gebruik ik de amandelolie ook erbij. Dat jullie hier ergens zien in het filmpje van de linker van de gezichtsverzorging. Zodat jullie kunnen zien welke amandelolie ik gebruik. Dan gebruik ik lekker om het goed in te smeren en je kan ook vervolgens een masker gebruiken. En ik gebruik een masker om mijn gelaat te hydrateren. En je kan honing gebruiken, dat gebruik ik ook om eigenlijk de circulatie, bloedcirculatie van je huid op te peppen. Want natuurlijk door de kou wordt het allemaal wat anders, wordt het wat droger. En als je de bloedcirculatie ook meer gaat bevorderen, hoe beter ook de huid gaat uitzien. Want zal het ook niet meer zo bleek uitzien natuurlijk. Dus dat kan je allemaal gebruiken. In de gezichtsverzorging van pigmentvlekken kan je ook zien van welke masker je zou kunnen gebruiken. En je kan ook alleen honing gebruiken in plaats van ook met citroen. Nou, dat was van de gezichtsverzorging dat ik gebruik om echt goed in te smeren en te verzachten en te hydrateren. En vervolgens heb ik natuurlijk ook mijn haar natuurlijk. En kroeshaar kan echt hier niet tegen de kou. Een haarpensum is echt heel goed beschermen. Ik gebruik daarvoor haarvet, zoals je hier ziet. Nou, het is Blue Magic Hairs en dus voor je haar en hoofdhuid kan je gebruiken. Ik gebruik het ook nu, omdat dan na de hand de winter aankomt, ook als pre-poo voordat je je haren gaat wassen. Dus dan ga ik helemaal mijn haar invetten en mijn hoofdhuid ook. En dan laat ik dat even intrekken en dan ga ik onder de douche springen en dan spoel ik het allemaal uit. En dan was ik het helemaal uit met de shampoo, zodat mijn haar meer gaat hydrateren natuurlijk. En vervolgens kan je dan van je routine afmaken van hoe je het doet van je haar wassen. Vervolgens gebruik ik de haarvet ook gewoon om door de week, zeg maar één keer per week, om aan te brengen. Dus als ik mijn haar heb gewassen, even mijn haarpunten, ook de haarpunten te beschermen met de haarvet. Dus dat gebruik ik ook daarvoor, maar daarvoor gebruik ik nog andere conditioner of moisturizer in mijn haar. En dan zorg ik ervoor dat moisturizer ze houvast heeft in het haar. En vervolgens heb ik nog een andere. Een lockmethode. Lockmethode houdt in dat je je haar ga je moisturizer. En je gaat eerst water aanbrengen in je haar. Je gaat gewoon flesje haarspuit, zeg maar, haarnat spuiten. En vervolgens ga je moisturizer aanbrengen in je haar. Zorg ervoor dat je hele gestreng van je haar gemoisturized is. En dan vervolgens ga je olie aanbrengen en dat zorgt ook voor, zeg maar, dat de moisturizer in je haar blijft en dat het niet eruit gaat. Omdat je haar ook niet gaat uitdrogen natuurlijk in dit weer. Maar om nog een beetje te beschermen, kan je natuurlijk dus een protective stijl gebruiken. En dat heb ik nu ook. Zoals je ziet, ik had eerst mijn haar los, dus daarom zie je dit hier zo. Een soort van staartje. En daarachter heb ik dan vastgemaakt een klein knotje. Maar eigenlijk had ik mijn haar los. Maar omdat ik mijn haar eigenlijk nu moet weer moisturizen. Ik merk het aan mijn haar. Dus dan ga ik mijn haar echt gewoon vasthouden. En mijn haarpunt echt goed beschermen. Nu draag ik ook mijn jassen, sjaals. En dan schuurt je haar natuurlijk. Dus dat is zeker belangrijk om te moisturizen. En protective styles te dragen tegenwoordig. Je laat jullie een aantal protective styles zien. Hier zie je er ook bij voorbij gaan. Nou, daar zijn we weer. Nu heb je een aantal protective styles gezien dat ik wel eens draag. En voor de wintertijd zijn we nog meer leukere looks te dragen. En dat komt zeker tevoorschijn op mijn YouTube kanaal, dus stay tuned.
verder heb ik natuurlijk ook nog de lichaamsverzorging. Ik gebruik verder ja, natuurlijk een bodylotion. Deze bodylotion. Ja, goedkoop gewoon halen. En dit is een cute creatine. Het is eigenlijk ook voor een versteviging van de huid van de collageen. Dus en dan kan nog amandelolie in. Dus ja, ik ben helemaal fan van amandelolie. Het is lekker verzachtend en hydrateer je huid echt. Dus dat vind ik wel fijn. En verder om mijn elleboog en mijn knieën goed in te smeren en mijn voeten. Zodat het ook niet droog wordt en donker. Dus dat het pigment, ja, dat donkere pigment hier komt, weet je wel. Dus ga ik gewoon lekker de ijzalf. Ja, dat gebruik ik ook. Dat gebruik ik voor mijn ellebogen, knieën. Ja, voor mijn knieën. Voor mijn voeten en ook om die aan te brengen. Elke avond en elke ochtend breng ik het gewoon aan. Zodat het allemaal goed ja, ingevuld blijft en niet uitdroogt. En dan samen de body lotion. En dat eigenlijk. En dan iedere ochtend gebruik ik ook een nieuwe amandelolie. En een masker gebruik ik 2 keer per week. Wat hydraterende werking heeft. Dus dan word ik meer geactiveerd en ben ik helemaal voorbereid voor de winter. Dit zijn allemaal de producten dat ik gebruik voor om de wintertijd in te komen. En dat ik goed gehydrateerd blijf. En zeker moet je om ook op andere manier gehydrateerd te blijven. Ook veel water drinken natuurlijk. Want we bestaan 70% uit water. En dan is het zeker belangrijk om nog water te blijven drinken. En natuurlijk goed fruit te eten. Vitamine bij je te nemen. En zo helemaal voorbereid voor de winter. Ik hoop dat jullie veel plezier hadden om dit te bekijken. Vergeet niet te abonneren, te liken en een leuke comment achter te laten. Wat jullie van het filmpje vinden en wat jullie nog meer willen zien. Ik hoop jullie weer snel te zien in het volgende filmpje. Ik zie jullie weer. Doei doei!